heb altijd in Amersfoort gewoond. En met mijn ouders en mijn zusje. En vooral mijn moeder had heel erg één belangrijk doel waar ze naartoe werkte. En dat was op een gegeven moment in Amsterdam gaan wonen met het gezin. Maar Amsterdam was dus eigenlijk altijd een rode draad. Van daar gaan we uiteindelijk heen. En toen ik eenmaal in Amersfoort, toen ik was afgestudeerd in Amersfoort, mijn eerste baan had, wist ik ook al heel snel mijn volgende baan. Dat wordt in Amsterdam. Nou ja, Amsterdam staat voor... Amsterdam is anders. Je hebt Nederland en je hebt Amsterdam. Ik denk dat heel veel mensen, heel veel Amsterdammers dat ook zo beleven. En overigens heel veel niet-Amsterdammers ook zo naar Amsterdammers kijken. Van raar volk, jullie denken dat je een eigen republiek hebt. En dat denken we ook volgens mij. En Amsterdam staat voor ons, en dat is wel heel cliché, maar echt voor vrijheid. En voordat alles kan. Maar ook in de zin van, en dat zeg ik dan als je uit Amersfoort komt, dat alles open is. Dat je op zondag kan gaan winkelen. Dat het openbaar vervoer om de 10 minuten is en niet 1 keer in het uur. En als je de bus hebt gemist, dan moet je gewoon 1 uur zitten wachten. En dat soort dingen, het lijken kleine dingen. Maar op het moment dat je daarvan afhankelijk bent of dat in jouw leven belangrijk is, voel je heel erg benauwd. Kan je heel erg benauwd en een soort van gevangen voelen in een kleinere gemeenschap of kleinere omgeving waar dat soort dingen niet gangbaar zijn. En Amsterdam staat dus voor vrijheid, staat voor rijkdom in de zin van heel veel keuzes. Je kan elke dag naar een ander museum, je kan elke dag ergens anders eten. Maar ook voor heel veel soorten mensen om je heen. Dus je kan ook je omgeving heel erg uitbreiden met heel veel soorten mensen vanuit verschillende achtergronden, maar ook vanuit verschillende interesses en expertises. Dus het staat ook in die zin voor rijkdom. En dan niet rijkdom in de zin van geld, maar alles wat je maar wil, kan je hier vinden. Amsterdam staat voor mij gelijk aan zuurstof. Dat je gewoon kunt ademhalen. Men zegt vaak, de Nederlander bestaat niet. Dat zou best kunnen, maar ik denk dat de Amsterdammer wel bestaat. Voor mij bestaat die wel. En dat is wat Amsterdam ook voor mij Amsterdam maakt. Het is een beetje de grote bek, maar een klein hartje. En echt je druk maken om je omgeving. Ook heel veel passie erin. En dat is ook voor mij Amsterdam. Die Amsterdam weet echt zo supergoed wat hij wil. En die is er ook niet bescheiden in. Die zegt dat ook. En dat kan met elkaar botsen. Verschillende Amsterdammers kunnen dan met elkaar botsen daarin. En ook daar moet je ruimte voor bieden. We hoeven niet alles vanuit de politiek in te vullen. De Amsterdammer die zo trots is op de stad en die er tegelijkertijd zo druk over maakt en over zeurt en daarna weer heel blij is. En dat is de hart. Geschiedenis bindt mensen. Een buurt, een omgeving, je straat bindt mensen, hè? De taal bindt mensen. Maar ik vind ook het gevoel van een stad. En ik zou dat veel meer willen uitstralen. Ik zie Amsterdam echt als een stad van pioniers, van een leidende stad, een leiderschap. We zijn de eerste in een heleboel dingen geweest en we zijn op dit moment de eerste in een heleboel zaken. En ik denk ook in de toekomst. En ik zou het zo mooi vinden als we een soort van overkoepelend iets konden grijpen en dan dat het dan niet uitmaakt of je hier generaties geleden, je familie hier vandaan komt, of dat je hier net naartoe bent verhuisd en vanaf dag 1 je Amsterdammer voelt. Dat onder die noemer valt. Dat zou ik wensen. Iets meer trots daarop. Laten zien. Laat maar zien. Wij zijn pioniers. Maar dat laat de geschiedenis ook zien. En we zijn niet voor niets de eerste stad met de eerste homohuwelijk. Dus je kan zo'n hele lijst. En die heb ik ook. Maar die is ongetwijfeld maar 1 miljoenste van wat er allemaal is. Maar dat zijn allemaal dingen waar je trots op kunt zijn. Dat vormen van creativiteit nu weer hele andere, hele nieuwe zijn. Wij krijgen, naar wat ik begrijp, bijvoorbeeld de eerste 3D-brug van staal ter wereld. Nou, dat is ook een vorm van creativiteit wat je voor elkaar krijgt op het moment dat je hier ruimte hebt voor start-ups en voor technologie en dat je daar weer ruimte aan geeft. Dus de creativiteit van nu en wat het vraagt is misschien een hele andere dan van vroeger. Ik zie ons echt als een stad van leiders en daar vind ik echt zaken als het eerste homohuwelijk ook echt dat laten zien. Weet je wel, van oké, wereld, volg ons maar. Het is niet eng, dit kan wel. En daar ben ik dan heel trots op. En daarbij inderdaad dat we dan heel erg openstaan naar iedereen die daar dan zich bij wil aansluiten, eigenlijk. Amsterdam is ten eerste groter dan Amsterdam zelf. Ik vind de metropool
op een gegeven moment zullen we daar ook over op die manier moeten gaan spreken. Dat Amsterdam en in andere grote steden op de wereld is het ook de omgeving hoort er eigenlijk bij. Dus als je het hebt zeker over de geschiedenis van Amsterdam en bekende Amsterdammers en wat is nou Amsterdam, oké, dan snap ik dat je focust op een bepaald deel. Maar heb je het over wat gaan we doen met al die mensen die hier naartoe willen, maar ook de bedrijvigheid en de reden ook waarom het hier zo nog steeds zo bloeit en die dynamiek er is, dan zul je ook dat in veel meer metropooltermen moeten kijken. Wat zit er allemaal om ons heen en hoe kunnen we dat veel meer met elkaar verbinden? Volgens mij is het, als je dus per Amsterdammer vraagt, is dat misschien wel heel erg je eigen omgeving. En iedereen die ik spreek, of echt bijna iedereen, heeft dat gevoel over zijn eigen buurtje. En dat is misschien dan, heb je dus verschillende harten en die zijn niet eens per stadsdeel, maar echt per omgeving. Voor mij is het mooiste deel van Amsterdam, dus van Nederland, dus van de wereld. Dat is een beetje een logische beredenering voor mij. Er zijn de eilanden en aan het water zitten daar en die bootjes voorbij zien gaan. Nou ja, dat is voor mij zo simpel. Dat is voor mij het hart van Amsterdam. En ik weet zeker, ik heb heel veel vrienden in West, bij Westerpark wonen. Die hebben exact datzelfde gevoel voor West. En dat is denk ik wel heel cool. En je merkt ook dat op het moment dat je zuinig bent en trots bent op je eigen buurt, blijft het ook, hou je elkaar ook op een prettige manier. Is een soort van sociale controle en hou je de leefbaarheid in de gaten. Kijk, wat je er ook van vindt en welke politieke kleur je ook hebt, we zullen gaan naar veel meer wat sommige mensen de participatiesamenleving noemen. En dan heeft dat heel veel te maken, heel veel invloed op de inrichting van de stad. Maar ik vind ook dat we de stad veel meer moeten inrichten naar hoe kan je gewoon meer ontspannen omgaan met elkaar, meer dingen uitproberen, elkaar makkelijker ontmoeten, meer bij de mensen neerleggen. Ik denk dat we nu op een heel mooi moment zitten. Ik denk dat er heel veel gebeurt, dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Ik vind als je kijkt naar de discussies die we hebben, ook in Amsterdam, vind ik die 9 van de 10 keer laat echt zien dat het startpunt van iedereen hetzelfde is. Gewoon de passie voor de stad en het moet allemaal beter. En dan vinden we allemaal wat anders van, prima. Dus ik denk dat het alleen maar rooskleurig is. Maar dan moeten we wel meer ontspannen zijn. Minder bang voor allemaal dingen die dan gebeuren en op ons afkomen. En echt meer ruimte geven aan die Amsterdammer. Want die is niet alleen maar eigenwijs omdat dat hoort bij de Amsterdammer. Nee, die heeft ook echt wel een idee, zoals die kinderen, hoe dat dan beter kan. Nou, en daar zou ik wel echt meer ruimte voor willen geven.